In de hotelwereld draait alles om hospitality. Maar hoeveel service wil de gast van nu hebben? Goed werkende wifi, dat is één. Maar wat voegen schoenpoesmachines en een broekenpers bijvoorbeeld toe? Nou, er zijn drie mensen hier aan tafel die alles van weten. Hospitality, koning, koningin. Namelijk Marijke Schrijner, directeur van Stay OK. Vroeger 5-sterrenhotels, maar nu Stay OK. Dat zijn hippe hostels, 26 in het land. Jeugdherbergen. Jeugdherbergen, hostels, welke naam je er ook maar aan wil geven. Ja. En het is ontzettend leuk om te doen. Het is een doelgroep waarvan wij altijd zeggen jong van geest. Dus het is niet wat mensen denken, dat het alleen maar jongeren zijn. Nee. Maar iedereen jong van geest. En natuurlijk in Amsterdam veel jongeren, internationaal backpackers. Maar buiten Amsterdam is het gezinnen, vergaderingen, groepen, alles wat je maar... En we gaan hier praten over gastvrijheid, hospitality, hoe je het wil noemen. Ja. Liever nog dan service, komt allemaal te sprake. Erik Toren van De Toren met TH, op zijn Engels. Ja. En dat is echt, dat is ook een pareltje. Want ik bedoel, dat is er voor de vijfde keer op TripAdvisor uitgeroepen tot beste hotel van Nederland. Ja, dat is terecht ook, of niet? Ik zeg altijd, ik ben waarschijnlijk niet het beste hotel van Nederland. Nee. Maar mijn gasten vinden van wel. Ja. En dat is toch wel een eer om die te hebben. En waarom vinden ze dat? Dat heeft alles te maken of veel te maken met gastvrijheid? Ik denk dat, dat je eigenlijk op review sites moet zeggen, het heeft meer met verwachtingsmanagement te maken. En op het moment dat je de gasten hun verwachting zo goed managt dat ze zeggen wauw, dan doe je het goed. Geef eens één voorbeeld. Als iemand het meest romantische hotel verwacht en de meest romantische kamer, dan moet hij dat bij mij krijgen. Heb ik die niet meer vrij, dan moet ik hem niet in het laatste kamertje willen stoppen. Dan moet ik ook gewoon zeggen, sorry, dat gaat niet werken. En dan kun je hem dus doorschuiven naar een ander hotel? Dan moet ik hem doorschuiven naar een ander hotel. Ja, heb je dus je moet ook niet. Jawel hoor, ik heb wel eens gezegd, wat u nu nodig heeft of wat u verwacht, kan ik u niet geven. Soms willen mensen aan de gracht zitten. En niet alle kamers zitten aan de gracht. Of zeezicht. Zeezicht heb ik meegemaakt, Dat was heel lastig. Een Japaner die zei, ik wil zeezicht, het staat op mijn foto. Toen zei ik kan veel, maar niet de Noordzee naar Amsterdam brengen. Nou, want dat mag niet met onze dijkjes. Maar in ieder geval, eerlijkheid is dus ook belangrijk. En hier aan tafel ook Robert Opaaier, die enorm is van het Hilton Hotel, maar ook het Waldorf Astoria. Ja. Dat is natuurlijk een groot wereldwijd merk, daar moet je eventjes wat aan doen. Hoe zorg je dat de hospitality daar op en top is? Ik lees vaak het woord geruisloos, dat is een mooi woord. Ja, maar zoveel waardering heb ik voor Erik, hij heeft ook 5 jaar zijn werk gedaan. Maar mijn hotel in 1 jaar is het beste hotel van Nederland geworden in het luxe segment. Dus dat is heel bijzonder. Na 7 maanden, 2 sterren Michelin. Dus hoe ga je daarmee om? Ik werd ook mee geconfronteerd. Mijn mensen, ik heb niemand aangenomen dat in de luxe segment gewerkt had. Ik heb mensen van ervaring van winkels genomen dat in de luxury gewerkt hadden. Omdat luxury is helemaal op details. Wat Erika goed zei, dat mensen hebben verwachtingen. Als je bij ons komt, er is zo'n gedetailleerde manier dat de gast beleeft, zonder te willen weten dat hij dat beleeft. Dat is gewoon echt, ik heb het nooit ever. Ik ben 46 jaar in de business, never gedacht. Laten we even kijken naar een korte impressie van wat jullie allemaal precies teweeg hebben gebracht. In de bossen van Bergen op Zoom ligt dit hostel van Stay OK. Een eenpersoonskamer inclusief ontbijtbuffet heb je er al voor €42 per nacht. Een barbecue of een feestje geven behoort tot de mogelijkheden. Voor €555 per nacht boek je met z'n tweetjes een kamer in het Waldorf Astoria aan de Herengracht in Amsterdam. Als de bellboy je naar boven begeleidt, vertelt hij je alles over de historie van het gebouw. Het boutiquehotel De Toren aan de Keizersgracht is voor de 5e maal op rij uitgeroepen tot best hotel van Nederland. Toeristen roemen de service. Voor zo'n €108 kan je er een nachtje in je eentje doorbrengen. En veel mensen zeggen, maar dat is toch heel makkelijk service. Dat kan toch iedereen, dat weten we toch. Je wil iemand op zijn gemak stellen. Maar dat blijkt in de praktijk ongelooflijk lastig te zijn. Het is heel lastig. Waarom? Weet je, het is heel leuk om een keertje te lachen. Maar 24 uur, 7 keer per week. En dat is 365 dagen. Is dat wat anders? Ja. We hebben ook, dat weet ik bij jou, maar ik ben ook humeurig. En ik heb ook mijn dagen. Ja. Oh. Dus hoe ga je daarmee om? Ja, hoe doe je dat dan? Nou, dan is het, je moet het mee kunnen omgaan zonder dat je een soort scène opzet. Of zo'n maniertjes gaat opzetten. Ook niet een rol gaat spelen. En weet je wel, dat is verschrikkelijk.
inspireren. Dan denk ik, jezus, wat is dat aan de hand? Is horrible. Dus dan moet je dan met jouw persoonlijkheid proberen dat te verbluffen. En daar gaat er niets mee te maken met jouw Maar waar leer je zoiets? Is dat iedereen aan te leren? Het is innerlijk. Ik denk we waren net daarvoor aan het praten, denk ik. Ja. Onze generatie heeft dat geleerd. En we voelen dat. Ik denk dat onze nieuwe generatie iets minder ziet. We zijn gedreven. Maar het heeft wel ook te maken dat ik denk, er zijn mensen die geven in het leven en er zijn mensen die nemen in het leven. In de hospitality moet je eigenlijk de gevers hebben. Ja. Die willen iets geven, die willen het jou aangenaam maken. Ja. En bij het selectiebeleid moet je al opletten, dat is een nemer. Die zei ik. Ja, maar hoe heb je dat in de gaten? Want dat hoor ik maar altijd. Een goede screen. Maar hoe doe je dat? Ja, ik heb ook ideeën. Ik denk dat je heel goed al voelt. Hè. We voelen, dit zijn mensen die heel goed service kunnen geven, die het ook leuk vinden. Je moet het ook echt leuk vinden. Je wordt ook opgenomen in een team. Dus als dat team je draagt dan, en je komt een beetje chagrijnig naar je werk, dan gaat dat allemaal best wel goed. En wat wij ook altijd zeggen is, ga om met je gasten zoals je thuis met je gasten om zou gaan. Als je vrienden over de vloer hebt, de gasten over de vloer, en je hebt niet zo'n zin, ja, je kunt niet de hele avond chagrijnig gaan zitten. Mijn vrouw zegt datzelfde. Die zegt, denk aan je vrienden of aan je ouders en je wil ze het mooiste cadeau geven. En dit zijn ouders of vrienden van jou die binnenkomen en die willen het mooiste cadeau ervaren. Want ze komen maar één keer met z'n tweeën naar een stad toe, en dan willen ze eigenlijk een wauw-ervaring hebben. En die proberen we te kweken. In de luxe hotellerie moet je toch iets kweken als een geheime wereld waarvan het gemak moet de gast ervaren en voelen. Maar je moet dan denken dat als iemand bij ons binnenkomt, hè, van het moment dat de reservering doet, totdat hij eventjes aankomt. Ik denk dat in onze team, tussen conciërge, mijzelf en de butler, dan heb je dan drie mensen. Ik denk dat tussen de 80 en 100 e-mails al gekregen hebben. Ja. Dus begrijp je, het is echt een detail. En dat detail, als je binnenkomt en net verkeerd gaat, dan kan je zeker zijn dat maar helpt het probleem. Maar helpt het als je Italiaan bent? Als je gewoon die sfeer uit Italië mee kan nemen? Want wat leer je daar op het gebied van ons Ik zal misschien mijn gevoel als Italiaan dat veel meer open ben, zal me helpen. Maar hier gaat niet over alleen maar jouw gevoel. Het gaat hier over professionaliteit. En het is, dat leer je niet zomaar. Het is echt een hele lange traject. Nou, ik leer toch, kijk, ik lees een interview met Roberto Paia, dus juist vaak, dat leer je bijvoorbeeld op een ROC. En dan kunnen ze je vertellen wat je moet doen. En dan kun je vervolgens ergens stage gaan lopen, ervaring opdoen. Maar ik lees bijvoorbeeld bij Erik Toren van dat therapie geholpen heeft. Zelf therapeut worden. Ja, want ik ga ervan uit dat de waarheid van de gast, van zijn gevoel, dat is waar we op in moeten spelen. Onze waarheid als hotelier of als personeel is onze waarheid. En dat is ons gevoel. Ja. Maar wij werken voor het gevoel van de gast. Ja. Dus als je het gevoel van de gast goed kan peilen, en als hij wat negatiever in zijn gevoel is, moet je hem gaan pamperen. Dan moet je ergens iets gaan doen om dat gevoel weer positiever te krijgen. Ja. Soms gebeurt het al, zijn koffer is weg. Zijn vrouw is weg. Of de man is weg. Heeft de hele reis zitten klagen dat hij dit of dat heeft gedaan. Ja. En dan komt zo'n stel binnen, na 16 uur vertraging, en dan weet ik al, dat heeft niks met ons te maken. Dat leer ik mijn mensen ook. Dat heeft niks met ons te maken. Maar die taxi heeft ze dan misschien ook nog opgelicht. Dat weet je in Amsterdam, dat ook wel eens een probleempje kan zijn. En dan zeg ik, ga daar maar mee dealen. Dat die mensen misschien helemaal niet zo vrolijk zijn. Maar je moet het wel accepteren dat dus dat hun gevoel is. En die moeten wij gaan meer pamperen. En wij moeten ze gewoon hun moment geven dat ze weer gelukkig kunnen worden. Kun je dat ook bij Stay Okay? Kan dat ook met veel backpackers toch die daar komen? Ook al gaat het om jong van geest. Het maakt niet uit of een gast nou 4 jaar is of 40 of 80. Je wil de mensen naar de zin maken. En wat Erik ook zegt, dat is dat empathisch vermogen wat je moet hebben in die huid kruipen van de gast om te voelen hoe staat maar hoe pet komt het en toch, want als we dit horen denk je dat is makkelijk of het is moeilijk, maar toch, we kunnen het allemaal, maar dat blijft we kunnen het niet allemaal. Het is toch wel iets waar je gevoel voor moet hebben en waar je uitdaging in moet vinden en wat je ook leuk moet vinden. Als je het niet leuk vindt om het mensen naar de zin te maken, dan moet je niet in ons vak terechtkomen of dan moet je achter de schermen gaan werken. Ja, hebben we ook hele leuke banen, maar niet met gasten in contact komen. Het leukste is als het
Ja, als je ziet dat die mensen niet helemaal lekker binnenkomen, om het dan toch met een grote glimlach voor elkaar te krijgen. En toch heb je dan een burgemeester in Amsterdam. Jullie zitten beide in Amsterdam. Jullie hebben ook een hotel in Amsterdam. Let maar eens op wat er in Amsterdam gebeurt. Want ja, daar zijn natuurlijk heel veel toeristen. En daar heb je dan oplossingen voor. Die moeten gespreid worden. Hoe gaat het dan? Nou, wat even. Veel Amsterdammers komt het de neus uit. Er is geen doorkomen aan in de stad met al die toeristen. Ze halen rare capriolen uit met huurfietsen. Ups. Of met andere voertuigen. Urenlange rijen voor de musea. Zelfs toeristen klagen over de toeristen. Sí, o sea, lo que pasa es que muchos de los turistas que son asiáticos, lo que van es hacer fotos y no les importa que estés viendo, que estés escuchando a un guía o algo por el estilo. Maar ja, ze brengen wel geld in het laadje. Het is goed voor de stad. Het is goed voor de economie van de stad. Het is goed voor de banen in de stad. 70.000 banen. Maar je moet het ook wel goed. Je moet die balans wel in de gaten houden. Want de stad moet leefbaar blijven. Omdat er de komende jaren alleen maar meer toeristen naar Amsterdam komen, is spreiden het idee. Niet alleen dagtripjes naar de Keukenhof en Volendam, dat doen ze toch wel. Toeristen moeten ook bijvoorbeeld naar Rotterdam, vindt Van der Laan. En daar dan ook overnachten. Of in Utrecht. Ja, hij is Utrecht en Rotterdam gestuurd door de burgemeester. Nou, het is goed, echt enough. Het ik is gewoon een nice talk. Ja. Weet je, aan het eind van de dag, de mensen komen toch naar Amsterdam. Daar gaat het om. Daar wil je komen. Je moet alleen denken, het is een trechter. En een trechter, weet je, daar zuigt de mensen in. En dan Amsterdam is daar klein. Ja. Dus dat is een moeilijker. Wat gebeurt er nu? Dat Amsterdam is altijd een beetje anarchistisch geweest. Mm-hmm. En iedereen heeft daar, is in de eigenaar, zijn de Amsterdammers, denken ze. Met de fietsen, bromfietsen, de bierfietsen. Dat is het probleem. Laat maar beginnen met Amsterdam. Ontploft. Het is een beetje ontploft, maar je ziet nu dat het allemaal wel weer op zijn plaats nee, ik vind gaat van komen. Niet. Nee, het is irritant. Het is irritant. En dat begrijp ik. Maar ik denk ook de dag. Mensen. Ik denk dat ze een onderzoek doen naar dagjesmensen die naar Amsterdam komen. Dan kunnen ze dus ons lekker laten slapen in Rotterdam. Nou, dan komen we lekker met de trein naar Amsterdam toe, want we willen toch naar Amsterdam. Dus nog drukker bij het centraal. Maar en dan heb je ze ook niet gespreid. Want toeristen. Ze moeten toch naar Amsterdam, want ze willen die nachtwacht zien. Ze gaan niet in Rotterdam de appeltjesmarkt of weet ik veel hoe dat. Ja, ze hebben Boijmans daar. Maar het is toch een hele mooie ontwikkeling, de toeristen. En je ziet ook dat het de afgelopen jaren echt booming is geweest. Ja, en natuurlijk ontploft de stad dan even. En hebben we te veel bierfietsen en te veel fietsen en is het wat viezer. Maar je ziet wel, en dat heeft even tijd nodig, dat allemaal wel weer ontwikkeld gaat worden. Iedereen vergeet dat we hebben 7 goede jaren en 7 slechte jaren. Kan ook erin dat doen we met z'n allen in Amsterdam, bezig waarom toeristen aan te trekken. Want er genoeg baan, niet genoeg baan. En nu lopen we te klagen dat het er te veel zijn. Precies. Maar dus Nederlanders zijn sowieso klagers. Hè? Het kan nooit goed zijn. Als het goed gaat, dan is het te druk. En als het niet goed gaat, dan is er niks te doen. We krijgen nu ook als Amsterdam een gigantische expansie in winkels. Want al die andere steden gaan hun winkels sluiten. Het wordt echt, als je denkt, nou, ik ga winkelen, doe je online of je gaat naar Amsterdam. Nou, jullie doen alles. Gelukkig niet klagen. Dus gelukkig hier ook aan tafel zitten vanavond. Ben ik heel erg blij mee. Want alle drie natuurlijk zeer druk bezet. En met die hospitality bezig. Ja. Blijven we volgen natuurlijk. Heel graag tot de volgende keer hier aan deze tafel. Dank je wel. Doen we wel weer. Okay, dank je. En dit was Van Liemt Live van dinsdag 16 februari. Morgen zitten Joris Luijendijk en Peter Wakkie bij mij aan tafel. Is er precies een jaar na Luijendijks boek over misstanden bij de banken, is er iets veranderd? Dat hoort u morgen om 10 uur op RTL Z. Fijne avond.